Goedendag, welkom bij het COVID-19-journaal van het ministerie van Volksgezondheid. Dat er weer dagelijks sprake is van een heleboel besmettingen, weet u al. Ook het aantal doden, alleen al in deze maand januari, is meer dan 20. Suriname kent nu meer dan 700 actieve gevallen, helaas. En toch komt het nog voor dat wij ons niet houden aan de maatregelen. Heel jammer is dat. In deze aflevering krijgen wij een exclusieve inkijk op de intensive care afdeling van het Slans Hospitaal, het oudste ziekenhuis van Suriname. We gaan in gesprek met intensivist Bernard Panka en een COVID-19 patiënt die deze dagen in het Slans Hospitaal wordt verpleegd. De intensive care van het Slans Hospitaal kunnen we daar 10 patiënten hebben. We hebben daar COVID intensive care. We hebben daar gemiddeld nu 6 liggen per dag. En zoals het ook bij zeg maar, de reguliere intensive care gaat, heb je opnames en weer ontslagen. En, maar goed, later op de dag kan je dan weer hebben dat je weer mensen moet gaan opnemen. Maar dus om je vraag te beantwoorden, dus er zijn gemiddeld nu 6 patiënten die er liggen en de capaciteit is 10. De behandeling op de intensive care is divers. Hè? Mensen die aan de beademingsmachine zitten, aan de beademingsmachine liggen. En soms zijn de longen zo slecht dat je de mensen dan ook in builigging moet behandelen. De twee patiënten die hoge beademingsvoorwaarden hier hebben, de intensive care liggen allemaal ook in buikligging. Waarvan één dus ook nu gedialyseerd wordt. Je kunt straks ook het dialyseapparaat in beeld brengen. En daarnaast krijgen ze ook nog aan de medicatie om de bloeddruk een beetje op peil te houden. Want je hebt ook dat mensen heel ernstig ziek zijn en dan krijg je ook dat hun bloeddruk laag worden. Dus in een soort van shock liggen. En heb je daarvoor ook medicijnen nodig om de bloeddruk wat op peil te brengen. En het belangrijkste bij COVID is natuurlijk de gestoorde gaswisseling. En de longen kunnen minder goed zuurstof opnemen, maar ook afgifte van koolzuurgas gaat moeilijk. En daarvoor heb je dus de beademmachine die daarin moet gaan ondersteunen. En zo is de beademing mate dat je ondersteuning dat je nodig hebt van die aard, dat die mensen dus ook in een iets van diepe slaap gebracht moeten worden om ze adequaat te kunnen behandelen. Nou, pet je af voor mijn zorgverleners. De ondersteuning van het verpleegkundig team is top. We hebben sowieso de verpleegkundige van het Slans Hospitaal ook, maar ook aan de verpleegkundigen die ons ondersteunen vanuit andere ziekenhuizen. En ook het dialysecentrum, de dialyseverpleegkundigen die ook hier ondersteuning geven. Dus dat is een goed team en we hopen dat ze ook gemotiveerd blijven. En die, met z'n allen zeg maar, hun schouder aan het werk zetten. Het is toch wel een heleboel. Hè? Lange uren maken, ook in warme pakken. En, maar ik vind de ondersteuning die we nu krijgen van de verpleging, dat is fantastisch. Zonder een verpleegkundig team kan COVID-zorg niet geboren worden. Het kan bijna niet mogelijk zijn dat er verstandige mensen zouden rondlopen en denken dat COVID een grap is. Dat kan bijna niet. Ook met deze tweede golf, we hebben ook een aantal mensen gezien die ook ziek zijn geworden. Iedereen zal wel iemand kennen die ziek of ernstig ziek geworden is. En dat je dan toch nog zo blijven met de gedachte dat COVID toch maar een grapje is, ja, dan moet ik gaan, zou ik gaan twijfelen aan de intelligentie. Gelukkig zijn die mensen niet in de meerderheid. Dat er genoeg verstandige Surinamers zijn die wel inzien dat het een serieus probleem is. En dat we met z'n allen toch proberen om de maatregelen die nu al echt bekend worden te zijn, in acht blijven nemen. Ik denk dat de mensen die het serieus nemen gewoonweg in de meerderheid zijn en we moeten ons. Ja, ik focus me altijd op de zinnige dingen en de zinnige uitspraken. Daar hebben we dus meer aan. En ja, hoop dat die groep hè, van mensen die het eens zien dat het geen grap is, ook steeds verder gaat toenemen. Nou, er zijn inderdaad allemaal groepen patiënten waarvan je weet dat de overlevingskans heel laag is. En soms gaat er ook in dat er nagenoeg geen kans kan zijn. En dat doen we ook trouwens bij de reguliere zorg. Hoor. Dat je soms iemand een bepaalde onderliggend lijden heeft waarvan je denkt dat de intensive care opname geen baat zal hebben. Die patiënten leggen we dan niet op de intensive care, omdat alle behandeling dat je als dokter doet of als team doet, moet in het belang zijn van de patiënt. En als je van tevoren weet dat iemand dusdanig een slechte afloop zal hebben, dan zullen we zo iemand niet op de intensive care zetten. Mensen die er wel liggen, die zijn mensen waarvan we nog een sprankje hoop hebben of waarvan we hoop hebben.
En die leggen we op de intensive care. En daar gaan we dus vol voor. Hè? En ook al heb je niet lijden, maar je bent... functioneren voordat je COVID kreeg was redelijk goed. En je bent nog van zeg maar, middelbare leeftijd. Ja, dan kunnen we nog altijd ervoor bepalen of beslissen dat de patiënt op de intensive care wordt opgenomen. Ja, dus dit is een beademingsmachine en hiermee geven de persoon dus, eigenlijk kan je zeggen, zuurstof of lucht gaat hier via naar de patiënt, via deze machine. En er zijn dus de verschillende instellingen. En aan de machine kan je dan ook bepalen hoeveel ondersteuning je geeft. Moet je volledige ondersteuning geven of iets minder ondersteuning. En dat doen we dus met een beademingsmachine. En dit is een monitor waarbij we de, wat we noemen de vitale functies en de belangrijkste functies van de patiënt dus kunnen controleren en monitoren. Daar zien we dus de hartfrequentie, ECG, we zien dan de zuurstofspanning, we kijken naar de bloeddruk en de uitgeademde koolzuur. En dat monitoren we allemaal dus bij een patiënt. Dat zijn de belangrijkste dingen. Deze patiënt die heeft trouwens als gevolg van de ernstige COVID-longziekte heeft ze ook een klaplong ontwikkeld. En dat was dus de reden waarom ze ook aan de beademing is geraakt. En daar heeft ze dus zo'n drain heeft ze dus gekregen, een thorax drain noemen we dat. En dat is dan bedoeld om de klaplong dan te verhelpen. En dat is dan nu weer prima gegaan. Voort zie je hier de perfuseuren, het zogenaamde pompen, waar we dus medicatie geven. We geven dus bepaalde medicijnen om de persoon in slaap te houden en ook medicijnen om de bloeddruk te ondersteunen. Noradrenaline, adrenaline, dat zijn belangrijke medicaties die we gebruiken om de intensive care, om de bloeddruk van een patiënt die in shock is omhoog te krijgen. Naast dat je vulling moet geven en steroïden moet geven, dat zijn wat moeilijkere termen, maar dat is onderdeel allemaal van de behandeling. Dit is dus een dialyseapparaat en hier wordt dus eigenlijk dus de niervervanging plaatsgevonden. En met dit apparaat haal je dus bloed uit de patiënt en dat wordt dan allemaal gefiltreerd om de afvalstoffen eruit te halen. En dan gaat er weer het bloed zonder de afvalstoffen terug naar de patiënt. En dat doe je dus bij mensen met nierfalen, dus mensen die ernstig nierlijden hebben waarbij ze de eigen afvalstoffen dus niet meer uit het lichaam kunnen krijgen. En dan ondergaan ze dus een niervervangende therapie noemen we dat. En dat doen we met dus het dialyseapparaat. En daarvoor heb je speciale verpleegkundigen ook voor nodig die ons daarbij ondersteunen. Dat zijn dus de dialyseverpleegkundigen en de intensive care verpleegkundigen die dat dan doen. Ik ben persoonlijk voorzichtig geweest. Maar ik denk dat een van de mensen de omgeving het hadden. En de smaak was weggegaan. En dus alles wat je had en zo, lomerig, loerlomerigheid, sukkelig zo, dat je voelt. En dan moeheid, waarschijnlijk is er ook kort ademheid erbij. Dus al die symptomen en ook ja, extra naar het toilet gaan en zo, al die symptomen. En ik volg de instructies van de dokter. En ze zegt, je blijft nog 2 weken, blijf ik 2 weken. Beter moet ik worden, ik ga mezelf niet gaan haasten om naar huis te gaan. En ik vind van mensen, kijk hoeveel mensen hun families hebben verloren. En dit alles ook kost ook geld, is een extra kostenplaatje in de medische zorg. Als we dit alles kunnen besparen, kunnen we veel verder gaan met onze familie, vrienden, kennissen, iedereen. Maar eerst proberen onszelf te beschermen. Nee, is helemaal geen grap. Dus zulke mensen eigenlijk moeten opgespoord worden. En ja, ik weet niet of je ze naar het cellenhuis kan brengen. Mensen die het als een grap zien of ja, of een boete. Boete erop, een boete.
En laat het duidelijk zijn voor ieder dat de zorgkosten voor COVID-19 patiënten die bij ons zijn verzekerd, worden gedekt door het SZF. Dit zegt Amar Ranjit Singh, directeur van het Staatsziekenfonds. Het is zo dat gemaakte kosten voor opvang van milde gevallen in de isolatiefaciliteiten door de staat worden gedragen. En, net als bij andere virale en hoogst besmettelijke aandoeningen, als gele koorts en hepatitis, worden de vaccinatiekosten ook door het SZF gedekt. De zorg voor COVID-19 patiënten, voor SZF-verzekerden, dat wordt gedekt door SZF. Bij alle ziekenhuizen. Het regionaal ziekenhuis Wanica, daar hebben we nog geen tariefsovereenkomst. Daarmee zijn we nu bezig in afrondende fase. Maar als de mensen daar belanden, betalen wij ook. Mensen met milde klachten, die in tenten zijn geplaatst, die kosten zijn voor de staat. Als we praten over COVID-19, hebben we het over een pandemie. In het belang van de volksgezondheid zorgt de staat onder andere voor de testen die op medische indicatie worden uitgevoerd. Hierdoor zijn ook de SZF-verzekerden gedekt. Wie echter gaat reizen en daarvoor een negatieve PCR-test moet overleggen, dient de kosten van de test zelf te betalen. Het is gebruikt dat de overheid vaccinaties bekostigt. Net als de vaccins in het landelijk vaccinatieprogramma, zoals hepatitis B en gele koorts, zorgt de overheid ook voor het COVID-19 vaccin. Het dekkingsgebied voor SZF-verzekeringen is het Surinaams grondgebied. Verzekerden die buiten het dekkingsgebied gaan, zullen een reisverzekering moeten afsluiten. SZF verkoopt vooralsnog geen reisverzekeringen. Wat ik wel weet is dat sinds augustus 2020 de meeste reisverzekeraars de zorgkosten van COVID-19 wel op zich nemen. En als dienstverlenende instantie gelden voor personeel en bezoekers van de SZF-kantoren de vastgestelde COVID-19-protocollen. Zo handelen interieurverzorgsters bij ontsmetting van locaties en contactpunten volgens deze protocollen, zoals het hoort dus. Ook wordt gewezen op de samenwerking tussen het BOG en het SZF voor het garanderen van een COVID-19-veilige werkomgeving. Op het SZF-kantoor zijn er voorlopig geen meetings met externe partijen en zijn in de buitenlucht tenten opgezet voor bezoekers. Ook heeft SZF interne verpleegkundigen ingezet voor de nationale COVID-19-zorg. Er is een interne COVID-preventiecommissie in het leven geroepen die erop toeziet dat de gemaakte protocollen worden nageleefd. Interieurverzorgsters die zijn getraind in veilig schoonmaken en desinfecteren van objecten. Hetgeen inhoudt dat als er een afdeling een suspect case is, dat die afdeling door onze interieurverzorgsters goed worden ontsmet, een en ander conform protocollen van BOG. Er wordt geregeld voorlichtingssessies gehouden met personeel in kleine groepen. Er is een assessment tussen BOG en SZF, met name waarbij er wordt toegezien dat er COVID-proof gewerkt kan worden. Aandachtsgebieden hierbij zijn ontsmetten van je handen. Er zijn pompen met handalcohol geplaatst op de werkvloer. Als je binnenkomt, wordt je temperatuur gemeten. Er wordt toegezien dat er afstand is, anderhalf meter, bij communicatie tussen personeelsleden onderling en ook bij het lopen, bij gebruik maken van de lift, dat wordt zoveel als mogelijk vermeden, maar één persoon tegelijk in de lift. Extern, wij hebben geen bezoek van buiten, daarmee bedoel ik dat er meetings met externe partijen worden uitgesloten in deze periode. Voor onze bezoekers, voor onze klanten, hebben wij buiten tenten geplaatst. Er is afstand van 1,5 meter en ze worden in groepen van 5 binnengelaten in het gebouw om geholpen te worden. Extern hebben wij sinds maart 2020 ook onze bijdrage geleverd als SZF. Wij hebben onze verpleegkundigen geplaatst in quarantainefaciliteiten die aangewezen zijn door de overheid. En vanaf augustus 2020 zijn deze verpleegkundigen geplaatst in het
regionaal ziekenhuis Wanica om hun diensten daar te verlenen. Dat is onze externe bijdrage geweest als SZF. U heeft het gezien en gehoord. We waren vandaag in het Landshospitaal op de IC-unit, waar ook een COVID-19 patiënt die daar wordt verpleegd aan het woord is gekomen. SZF-directeur Amar Ranjit Singh geeft de garantie dat het staatsziekenfonds de COVID-19-zorg garandeert en straks ook de vaccinaties dekt die zullen worden gegeven aan een ieder, maar in eerste instantie aan onze frontliners. Ik ben gekomen aan het eind van deze aflevering. Rest mij u er andermaal aan te herinneren. Houd je aan de maatregelen. Het zijn overigens geen maatregelen die Suriname heeft vastgesteld. Het zijn wereldwijd geldende COVID-19 maatregelen. Houd afstand van minimaal 1,5 meter. Was regelmatig uw handen met water en zeep. En doe een mond- en neusbedekking op. Wees gehoorzaam. Goedenavond.